integratiebeleid moet op de schop als het aan de VVD ligt. De partij wil dat de eisen om in te burgeren flink worden aangescherpt en dat migranten het Nederlanderschap echt zelf moeten verdienen. Meneer Asmani, dat is een beetje de kern van de integratienota die u vandaag presenteert. Ja. Waarom komt u er eigenlijk nu pas mee, zo vlak voor de verkiezingen? Nou, we doen al natuurlijk heel veel de afgelopen periode. Hè. De inburgeringswet, waarbij een stuk eigen verantwoordelijkheid ligt bij de inburgeraar. Die hebben we ook voor gezorgd dat die geïmplementeerd werd door deze minister. Alleen wat nu nog wat nagelaten is dat je al consequenties verbindt aan het niet willen invullen van de eigen verantwoordelijkheid, omdat werkelijk ook in te burgeren in onze samenleving. Ja. En consequenties als bijvoorbeeld dat het verblijfsrechtelijke gevolgen heeft, dan wel dat je kort op sociale voorziening als mensen weigerachtig zijn om deel te nemen aan deze samenleving. Maar waarom dat nu pas? Dat heeft u de afgelopen 6 jaar misschien ook al eerder kunnen doen. Nee, we hebben heel veel maatregelen genomen. Maar wat ik merk ook als woord voor de integratie, en ik zag het nu eigenlijk ook wel weer in het voorstel van de heer Heerma van het CDA, maar ook toch het nieuws wat eruit gehaald wordt, een algeheel boerkaverbod. We zijn gewend om elk maatregel op zich met elkaar daarover te spreken, terwijl die maatregelen met elkaar in verbinding staan. En je moet kijken naar het algeheel pakket. En het begint al bij wie je toelaat tot dit land, dus bij migratie. Maar toch een van de dingen die dan opvalt, hè, u zegt het is een geheel, maar een van de dingen die er in die nota staat, is dat asielzoekers pas kunnen slagen voor hun inburgeringscursus als ze een baan hebben gevonden. Hoe ziet dat er concreet uit? Ja, wat je merkt is dat een inburgeringstraject wordt door veel mensen als ervaren als een doel op zich. Maar het is eigenlijk een middel, een instrument om ook volwaardig deel te nemen aan deze samenleving. Wat je ziet op basis van de oude wetten is dat het merendeel dan thuis op de bank blijft. We vragen kennis opdoen van de Nederlandse samenleving, kennis van de Nederlandse taal. En wat de VVD wil en wat ik wil is dat je spreekt van geslaagde inburgering als iemand ook daadwerkelijk aan het werk is. En als men geen werk heeft gevonden, dat men bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in een verpleeghuis. Ja, dus werk eigenlijk als vorm van inburgering. We vroegen dat aan Siep Winia van Elsevier, wat hij vindt van dat plan. Het is heel goed dat mensen snel aan het werk worden geholpen, want meer dan de helft die werkt na 15 jaar nog steeds niet. Dus dat is goed dat erop ingezet wordt. Trouwens, werk is ook een vorm van inburgering. En daar mag wel eens meer nadruk op liggen. Dat doet de VVD in zekere zin nu. Alleen, je moet je in de praktijk afvragen of het veel uit zal maken. Want in de praktijk is er nog nooit iemand het land uitgezet omdat hij niet aan een inburgering samen voldeed of dat soort voorwaarden. Dus het is een beetje een papieren tijger. Dus de richting is oké, maar je moet er niet te veel van verwachten. Nou, die sancties, daar wil ik dan zo graag op terugkomen. Want u zegt, er zijn wel degelijk consequenties die wij eraan willen verbinden. Maar allereerst het aan het werk krijgen van die groep mensen. Zijn er überhaupt wel genoeg banen voor al die mensen? Ja, er zijn genoeg banen. Ik geloof dat zelfs gisteren of eergisteren Randstad als groot uitzendbureau branche aangeeft van ja, we hebben heel veel migranten nodig. Hè. We moeten meer migranten toelaten in het kader van arbeid. Volgens mij zijn er genoeg banen. Op dit moment worden ook banen bijvoorbeeld bezet door Oost-Europese Oost-Europeanen die hier het werk doen. Dus daar maak ik mij niet zoveel zorgen om. Het gaat er uiteindelijk dat de mensen daadwerkelijk aan het werk krijgen. En dat we dat ook van hen vergen dat ze dat doen. Ja, en dat je niet 3 jaar in bijvoorbeeld een inburgeringsexamen aan het doen bent. Nee. En dat je ontslaat van de verplichting om maar niet te gaan werken en thuis op de bank te zitten. Dus dat helpt de inburgering ook niet. Nou kan ik me zo voorstellen dat een taal daar ontzettend belangrijk bij is. Dat je taal goed beheerst voordat je aan het werk kan. Maar die taal, ja, dat is ook een groot struikelblok. De Rekenkamer heeft eerder al aangegeven dat heel veel mensen, doordat ze het zelf moeten doen, toch eigenlijk in de problemen komen. Ja, het zijn twee verschillende dingen. Ik bedoel, er zijn genoeg banen in dit land waarbij taal niet meteen als eerste voorwaarde wordt gesteld. Ik zeg al, er zijn heel veel mensen hier gewoon werken vanuit Oost-Europa die de Nederlandse taal ook niet goed machtig zijn. En twee, als het gaat om het Algemene Rekenkamerrapport, ja, daar heb ik me best wel zorgen over gemaakt, boos over gemaakt. 33% over die het dan maar haalt. Om ja, maar dat komt. Het Rekenkamerrapport zegt ook, dat heeft ook te maken met niet het systeem zoals dat nu is. Dat nieuwe wet. Mensen schrijven dan weer terug naar de oude wet, maar daar bleken dat heel veel mensen thuis op de bank kwamen. Wat het Rekenkamerrapport zegt, ja, er zijn verbeteringen. En ik zie ook één grote verbetering. Namelijk, als je aan de ene kant een norm stelt, dan moet je die norm ook handhaven. En de minister Asscher heeft wel de wet geïmplementeerd, maar niet voor wat betreft de handhaving, namelijk consequenties verbeteren. Als mensen weigerachtig zijn om in te burgeren. Want dan worden ze wel degelijk het land uitgezet, is uw voorstel. Nou, je kan niet iedereen het land uitzetten. Natuurlijk kan je een vluchteling niet terugzenden naar het land waar oorlog bijvoorbeeld sprake is. Maar je kan dan wel andere consequenties aan verbinden. En als iemand echt met de rug staat tegenover onze samenleving, vind ik ook dat de samenleving rug moet keren tegenover de betrokkenen zelf. En dat betekent korten op een uitkering.